Media Forum. Ze werden net al min of meer geïntroduceerd, maar nu echt met de namen erbij. Hadassa de Boer is hier, programmamaker, hartelijk welkom. En Max van Wezel, columnist bij Vrij Nederland en presentator hier op Radio 1, werkt voor de VPRO en de NOS. We hoorden net die mediaadvocaat al even over die zaak rond NRC Handelsblad. Hadassa, zou een krant een keer zo'n juridische actie moeten ondernemen, wat jou betreft, tegen dit soort nepberichten? Nou ja, ik vind het heel ingewikkeld, want het werd hier al heel hard neergeschud, omdat je als krant dan ook een beetje het boetekleed aantrekt en bovendien kost het veel geld. Aan de andere kant, wij hebben het hier al vaker over gehad, over dit soort gebeurtenissen in het mediaforum. En ik vind het wel heel ondermijnend voor de geloofwaardigheid van een krant. Ik vind het wel echt heel lastig dat het vaak gebeurt, lijkt me, voor redacteuren. Want als je ook hebt gelezen hoe de NRC-redacteur dit heeft gecontroleerd en gecheckt, het is wel moeilijk. Het is niet alleen maar een persbericht komt binnen en je plaats is ongelezen en ongecheckt. Nee, ze heeft het niet blind overgetikt. Maar aan de andere kant, de ouderwetse telefoon, heb ik het idee dat die toch ook wel iets vaker nog. Max, jij schudt je hoofd al de hele tijd. Ja, ik vind dit puur de schuld van de NRC. Ik kan me best voorstellen dat een actiegroep zo'n soort ludieke actie uitprobeert. Maar het is natuurlijk om aan een krant om daarin niet in te lopen. Nou, ik ken de collega die dit heeft gedaan, tamelijk goed, Barbara Rij-Luijstam. Dat is een hele goede journaliste. Maar ja, de stress bij zo'n dagblad ken ik ook. Van iemand belt je vlak voor de deadline op. Het is exclusief. Primeurtje. Als jullie het niet nemen, nou, dan bellen we de Volkskrant. En in die sfeer zeg je als journalist veel te vaak, ja, ik doe het. Ja, inderdaad. Maar goed, uit de reconstructie blijkt dat zij dus inderdaad niet zomaar dan dat voor klakkeloos heeft aangenomen en in de krant geknald. Wel teruggebeld, citaten. Het is wel een beetje liegen natuurlijk van die club. Ja, toch is het voor een krant beter. Je hebt ook kranten zoals Trouw die richtlijn hebben van in geval van twijfel weet je, morgen komt er weer een krant. En dan kun je het goede verhaal plaatsen. Ja. En dat zou NRC ook moeten doen. Bij twijfel en de Volkskrant niet inhalen. Ook. Bij twijfel niet inhalen. Wat wel slecht was aan het bericht was geloof ik dat de citaten van de Coolcat topman Roland Kaan, die zijn wel rechtstreeks overgenomen. Ja. En niet dat uit een persbericht kwam. Alsof de krant zelf met hem had gesproken. En dat is natuurlijk wel een verkeerd. Daar moet je volgens mij voor waken. Daar zegt de ombudsman ook wat in zijn stukje over. Kijk, rond 1 april zijn we allemaal alert. Want dan gebeuren dit soort dingen natuurlijk aan de lopende band. Maar midden in het jaar. Toch vind jij, het is een verwijt ook wel aan de journalistiek in dit geval. Ja, ik vind dat de journalistiek in Nederland veel te veel in de ban is van een gestreste hyperigheid. Van wij moeten de eerste zijn. En God bewaar dat de concurrentie een minuut eerder is. En internet heeft dat natuurlijk alleen maar verergerd. Die haast, die snelheid waarmee iedereen werkt. Terwijl het, ik ben nog van de hele oude old school van het gaat om wat is waar. Ja. En dat heeft soms tijd nodig. Dus zelfs nummers en namen gewoon checken als staan ze in een officieel persbericht. Zometeen praten we door over andere zaken. Eerst nu het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Werkgevers moeten de komende jaren voldoende banen creëren voor mensen met een beperking. Staatssecretaris Kleinsma gaat dat streng controleren, zegt ze in een toelichting op de nieuwe participatiewet die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De daders van de dodelijke overval op de Haagse juwelier Stratman zijn in hoger beroep veroordeeld tot 10 en 8 jaar cel. Begin dit jaar had de rechtbank 13 en 11 jaar cel opgelegd. De derde verdachte, de chauffeur, is nu vrijgesproken. Werkende ouders zijn verontwaardigd over de plannen van minister Asscher om de kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk te schakelen. De Stichting voor Werkende Ouders zegt dat de prijs voor peuterspeelzalen gelijk getrokken wordt met de prijs voor kinderopvang. Dat kan tot gevolg hebben dat de peuterspeelzalen voor veel ouders duurder worden. Tot zover de belangrijkste nieuws. ANWB Verkeersinformatie, John Sohoka. De A73 Venlo richting Maasbracht is bij knooppunt het Vonderen afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. Ik wil nog even zeggen trouwens over die zaak met betrekking tot de ombudsman en dat foute persbericht van Coolcat. Daar staat een aardige column van Joost van Kuppenveld op onze mediablog, mediablog.ncv.nl. Nu het mediaforum op de radio met Hadassa de Boer en Max van Wezel. We blijven even bij NRC Handelsblad, want die citeren weer uit de Snowden-documenten. En nu bleek dat de AIVD spioneert op webfora, terwijl dat volgens de wet niet mag. Hadassa, heb jij de NRC uitgebreid gelezen dit weekend? Ja, ik heb het wel gelezen. En ik vind het ook wel heel interessant. Ik geloof wel dat voor sommige mensen de onthullingen helemaal niet zo heel onthullend waren, omdat dit al langer bekend was. Bij mij in ieder geval niet. En
ja, waar ik me over verbaas, dat wel de discussie alleen nog maar heel erg gaat over of dit juridisch wenselijk is, terwijl het voor mij meer de vraag is of het überhaupt wenselijk is dat er op deze manier informatie wordt verkregen over mensen. He, die sleepnetmethode waarover wordt gesproken. Je sleept een hele hoop mee en misschien rolt daar dan eens één visje uit. Ja, en wat ik ook heel opvallend vind, is dat het lijkt alsof eigenlijk de politiek ook verrast wordt hierdoor. En dat je de minister ziet praten met bijna vragende ogen van, nou, ik red me hier nog even uit. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Alsof je achter de feiten aan moet rennen. En dat je denkt, ja, waarom is er eigenlijk helemaal geen politiek toezicht op? Of zo lijkt het. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Dat vind ik een vandaag is natuurlijk die commissie met zijn advies gekomen. Dat gaat een beetje, gaat eigenlijk voor een groot deel hierover. Max, wat vind jij van de berichtgeving tot nu toe? Nou, ik heb ook wel een beetje medelijden met die AIVD-mensen. Want we zijn heel kort van geheugen in Nederland. Dit is, dit is ontstaan na de aanslag op de Twin Towers. Na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Ja. En de AIVD heeft toen juist van de politiek heel veel verwijten gekregen van, zeker die moord op Theo van Gogh hadden jullie kunnen voorkomen als je eens wat beter je best had gedaan om allemaal radicale jihadgroepen op internet te volgen. En het is dus de politiek zelf eigenlijk geweest die de inlichtingendienst heeft opgeroepen van je moet het internet op, je moet die geheime fora in. En wat je dus niet weet is of ze misschien nieuwe aanslagen op Wilders of Ayaan Hirsi Ali of Rita Verdonk of zo hebben weten te voorkomen op deze manier. Ja, dat vind ik, weet je, alles lijkt maar gewoon geoorloofd in het belang van onze veiligheid. Maar ja, hoe onveilig is het eigenlijk? Weet je, dat ga je toch afvragen. Ik bedoel, en wil je dat wel? Nou ja, dat wordt me niet gevraagd. Dat is natuurlijk steeds het argument van degene die zeggen van, nou ja, laat toch maar gewoon gebeuren. Want we weten niet wat er allemaal mee voorkomen is. Ja. Maar dat claimen ze wel, dat er dingen mee voorkomen zijn. Nee. Dat is het nare, dat je dat niet weet, omdat het om een geheime dienst gaat. Maar kijk, wat niet deugt volgens mij, als NRC daar gelijk in heeft en hun bron, Edward Snowden, daar gelijk in heeft, dat is die sleepmethode. Dus dat is bij wijze van spreken, zit aan één tafeltje in een café, zitten drie jongetjes samen te zweren. En dan ga je alle bezoekers van dat café, ook mensen die er op een hele andere dag zijn geweest, ga je in de gaten houden en schaduwen. Nou, dat is absurd als ze dat doen. Maar dat ze die radicale jihadgroepen in de gaten houden via internet, dat is een van de weinige manieren waarop de inlichtingendienst dat soort aanslagen kan voorkomen. Ja. Door te infiltreren op internet. AD vandaag weer een verhaal over dat de AIVD ook studenten werft. Eigenlijk lijkt alles ineens nieuws rond de AIVD. Nou ja, dat scheen trouwens ook al lang bekend te zijn. Hoewel, minister Van Tijn schijnt in de jaren 80 als student. Ja. Zelf als student? Nee, als minister. Okay. Toen was er al zo'nzelfde kwestie speelde daar. En daar is hij erg op aangesproken. Maar wat nu verbazingwekkend is dat die praktijken dus altijd zijn doorgegaan, heb ik begrepen. En wat mij wel verbaasde aan het stuk was dat die studenten zich zo ontzettend geïntimideerd voelen en overvallen. En die zeiden, het lijken wel stalkers. En als we niet meewerken, dan zijn we bang dat we iets strafbaars doen of dat we verdachten worden. Dat vind ik wel een beetje. Nou ja, ze benaderen natuurlijk mensen die zelf in een kraakpand zitten of in een actiegroep zitten. En die kunnen ze chanteren met, we gaan er geen zaak van maken, we gaan het niet aan de politie vertellen, maar dan moet je wel meewerken. Dat is behoorlijk intimiderend. Een tijdje terug was in het nieuws dat ze ook journalisten zo benaderen. Ja. Ja, er is rond de Olympische Spelen in China is er toen een hele affaire geweest. Ja. Dat zij dachten van, als wij geheime agenten gaan sturen naar Peking, ja, dat hebben die Chinezen meteen door natuurlijk. Maar journalisten, sportjournalisten moeten er toch zijn. Maar ik had het ook het idee dat ik las over een student die had alleen maar een scriptie of onderzoek gedaan, weet ik het, over iets in het buitenland. En die werd ook al benaderd over Egypte of iets. Die zat helemaal niet in een of andere vereniging of in iets wat verdachtmakend was. Dus ik vind het ook wel een beetje griezelig dat iedereen zo in de gaten weer wordt gehouden. En dat je op die manier wordt benaderd. Of een beetje griezelig. Ik vind het eigenlijk dood. Dat is vind ik het. Ja. Goed, nou, dat zijn de journalisten. Aan de andere kant heb je dus de voorlichters. Hè. Constante strijd. Dat is eigenlijk ook al van alle jaren. Tenminste, daar lijkt het soms op. We hoorden net in het mediajournaal Tom van der Ham, dus journalist van Zembla, die in zijn nieuwe boek erg kritisch is over persvoorlichters. En ze ook met naam en toenaam noemt. Max, jij zat heftig mee te knikken toen hij aan het woord was. Ja, en ik was diegene die daarnet een beetje in de last schoot. En dat was omdat de politie nu zegt dat de reputatie van die voorlichter Charlotte Menten moet worden
beschermd. Ja. En toen dacht ik van, nu gaat het toch wel heel ver. Want ik begrijp nog wel een beetje dat er voorlichters zijn die de reputatie van hun werkgevers moeten beschermen. Ja. Maar nu moet er al gezwegen worden omdat de reputatie van die voorlichter zelf in gevaar is. Dan gaat het ver. Kijk, het is een soort sprinkhanenplaag, de voorlichting. Ik heb dat zelf in Den Haag meegemaakt. En daar moet je dan altijd bij zeggen van, je hebt er ook hele goede bij. En dat is ook zo. Ja. Maar het zijn er gewoon heel erg veel. Ik geloof dat 200 Haagse journalisten permanent gevolgd worden door 600 voorlichters. Maar ik wil net zeggen, jij zat in het bestuur van Nieuwsport. Ja. En dat was dat beruchte boek van, intussen beruchte boek van Joris Luijendijk. Waar dat volgens mij in stond. Een verhouding van 1 op 3 of zoiets. 1 op 3 is dat. En in heel Nederland is dat, geloof ik, nog schever. Ik geloof dat er 15.000 journalisten zijn. En iets van 60.000 mensen in de voorlichting, de communicatie, de public relations. Dus dat is scheef gegroeid. Er zijn te veel voorlichters die zich met te weinig journalisten bezighouden. Heb jij daarmee te maken gehad, dat zo toevallig? Nou, niet zo erg, want ik heb nooit zo. Ik denk dat in bijvoorbeeld politieke verslaggeving heel erg speelt. En dat je er dan inderdaad veel meer mee te maken hebt. Hoewel soms in het bedrijfsleven natuurlijk ook heb je ook voorlichters. Maar dat vind ik nog wat anders. Kijk, je begrijpt wel dat de taak van de voorlichter is om zijn werkgever en een bedrijf te beschermen. Maar ja, als het gaat over een voorlichter van het Rijk, bijvoorbeeld. Ja, die heeft zich gewoon te houden aan de wet openbaarheid van bestuur. Ja. En als ik dan dat verhaal hoor van die landelijke politievoorlichter, dat je zegt, je mag maar één vraag stellen. Dat heeft weinig met openbaarheid van bestuur te maken. Maar je mag vragen wat je wil. Jij loopt ook al heel lang rond in Den Haag. Hij noemt ook een aantal voorlichters van bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt met naam en toenaam genoemd. Heb jij ook dat soort ervaringen dan in Den Haag? Ja, hoewel zij een aantal namen noemen in het boek waarvan ik denk, daar heb ik juist weer goede ervaring mee. Iemand van Binnenlandse Zaken, Frank Wassenaar, die bijvoorbeeld Argos enorm heeft geholpen met een reportage in het uitzetcentrum Ter Apel, waar Argos echt 2 weken achter de scherm mocht kijken. Mm. Maar die heeft dan weer iets tegen Zembla kennelijk. En dat is wel willekeurig. Ja. Het is niet aan een voorlichter om te zeggen van, nee, jouw medium bevalt me dat niet. Is waar, maar dat gebeurt er toch. Het gunnen, hè, denk ik. Maar kan het ook zijn dat, want dat ik bedoel, kijk, Tom zat hier net, een ontzettend aardig jongen als je hem zo ziet. Maar ja, ik weet niet hoe hij te werk gaat. Dus het kan ook best zijn dat zo'n voorlichter hele vervelende ervaringen met hem heeft. Ja, en die zeggen dat misschien dan weer tegen hun collega-voorlichters. En zo gaat het natuurlijk ook. Dus kan het ook nog met het imago van Zembla te maken hebben, dat die misschien. Ja, maar dan moeten ze het uitleggen. Dan hadden ze moeten uitleggen, we hebben slechte ervaringen met Zembla om en hierom, die en die en die, precies, en die reden. Ja, ja. Dan kan Zembla daarover nadenken. Maar dat is volgens Tom niet gebeurd. Ze zeggen gewoon, nee Zembla doen we niet. Dat kan niet natuurlijk. Nee, duidelijk. Dan de treinkaping. Een groot verhaal in de Volkskrant afgelopen zaterdag over de Molukse treinkaping van 1977. Voor de goede orde was die bij de Punt. Voor het eerst zijn archiefstukken boven tafel gekomen waaruit blijkt dat het officiële verhaal dat al die tijd rondging, dat gewoon niet klopte. Er blijkt veel meer geweld te zijn gebruikt door de mariniers destijds dan tot nu toe werd gedacht. Adassa, wat vond je toen je dat stuk las? Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het een heel goed stuk. Ik moet wel zeggen dat ik was 6, hè, toen dat zich speelde. Dus ik denk dat het op Max nog veel meer indruk heeft gemaakt, omdat je nog zo goed weet. Je speelde nog met hele andere treintjes. Ik speelde met totaal andere treintjes, inderdaad. Maar ik weet wel, het is gewoon het is een wond, hè, een soort waarvan je altijd mensen zich hebben afgevraagd van wat is daar gebeurd. En ik vind het heel erg goed dat er nu een journalist is, als je het hebt over onderzoeksjournalistiek, die dit nu openbaar heeft gemaakt. Een grote zaak. Er zaten allerlei aspecten aan. De hele politieke beslissing, precies, natuurlijk, of je wel of niet moest ingrijpen van Acht en Den Uyl tegenover elkaar. Toen dat ingrijpen, het hield heel Nederland toch wel bezig. Ik kan me nog heel goed herinneren. Wij wonen in het noorden toen. Wat vind je, Max? Hoe is dit nou? Hoe kan het dat hij nu pas naar buiten komt, bijvoorbeeld? Nou, ten eerste draag ik Anna van Es, die dit heeft geschreven hierbij voor de tegel voor onderzoeksjournalistiek. Echt een geweldig verhaal. Waarom het nu pas naar. Ja, ze hebben nu pas een brief gevonden die Ernst Heers Balin, die toen ambtenaar was bij justitie. Later minister aan de later zelf minister werd. Toen aan de toenmalige minister Van Acht heeft geschreven van, jongens, er is wel geschoten. En die brief is de doofpot ingegaan. Dat is dus heel moeilijk te achterhalen. De notulen van de ministerraad zijn van die jaren nu openbaar. Maar goed, dan heb je alleen de notulen, niet de stukken die de ambtenaren voor de ministerraad hebben geschreven. Je kunt de wet van openbaarheid bestuur erop loslaten, maar die maakt een uitzondering voor adviezen die ambtenaren aan hun minister hebben
gegeven. Die kun je niet wobben. Dus het is erg knap van Anna van Es van de Volkskrant dat ze aan die brief is gekomen. Ja, ja, dat kan even duren. Ja, ja. Waarvan Eerst Belling ineens dacht van, heb ik dat al ooit opgeschreven? Ja, maar hij geeft wel toe in dat artikel dat hij dat heeft opgeschreven. Hij heeft alleen toen hij zelf minister was niet gedacht van, hey, die doofpot moet open, ik ga hier werk van maken. Dat gaat de Kamer nu pas doen. Ja. Ja. Het was echt een grote zaak natuurlijk in Nederland. We hadden trouwens in 75 al de trein bij Wijster gehad natuurlijk. En toen de punt en de school, dat was tegelijkertijd. Nederland was echt daardoor in de greep. Ja, en wat dat betreft zijn we misschien ook weer een beetje kort van geheugen. Want als je de Volkskrant zaterdag leest, word je heel kwaad op die politiemensen en mariniers die geschoten hebben. Ik herinner het me nog heel goed. 1976 was het. 77 was het. Ik was al iets ouder dan Hadassah toen. En ja, je was vooral erg bang voor die passagiers. Ja. Ik geloof dat heel Nederland behoorlijk opgelucht was toen het leger en de politie een einde aan de kaping hebben gemaakt. Want je wist niet, komen er nog meer treinen? Er was ook een school gegijzeld met schoolkinderen. Ja. Boven Smil. Het waren passagiers die al weken daar werden vastgehouden. Dus de sympathie in Nederland lag niet echt aan de kant van de Molukse terroristen. Nee. Veel meer bij het leger dat optrad. En nu dus blijkt dat leger daar eigenlijk gewoon met machinegeweren waarschijnlijk heeft lopen maaien. Want een kogelregen wordt overgesproken. Ja, die aantallen hoort. Ja, er zijn nu mensen die zeggen, ja, die moet nu alsnog die mariniers ter verantwoording roepen. Nou, ik denk dat het eerste wat er moet gebeuren is dat er gewoon een officieel onderzoek moet komen. En dat dit allemaal, goed wordt uitgezocht. Ja. Dat lijkt me het belangrijkste. Een parlementair onderzoek? Wat is er precies gebeurd? Er is al om een parlementaire enquête gevraagd. En in elk geval is dat de enige manier om aan de correspondentie tussen ambtenaren en de politieke top van het ministerie te komen, ook na al die jaren. Dus dat lijkt me een heel goed idee. We gaan straks in Stand.nl daarover praten. En dan is dat zelfs een stelling. Een parlementair onderzoek naar de treinkaping bij de punt gaat te ver. Dat is de stelling dus. En u mag dan zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Hadassah de Boer en Max van Wezel. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Dat album heet Reflection. Dat is van de Belgische band Hooverphonic. En we draaien Roadblock.